Goedemorgen. Je kijk naar de weersvrachtje van Weerplaza.nl. de satellietfoto zien we al veel bewolking boven Nederland en uit die wolken valt af en toe regen of motregen. Het waait ook al stevig, en in de loop van de ochtend en middag gaat het alleen maar harder waaien en uiteindelijk ook harder regenen. De meeste regen valt vanmiddag. Zoals je ziet zijn de temperaturen zeker niet aan de lage kant, 8 à 9 graden op de Wadden, 10 à 11 graden in het zuiden van het land, misschien lokaal zelfs 12 graden. Vanmiddag aan zee een storm achter hun wind, windkracht 8 en aan het einde van de middag komen er dan opklaringen en dan trekt het regengebied weg. Er komen echt ook buien en vooral in het westen en zuiden kunnen daar zware windstoten bij zitten, dat is dan vooral vanavond. Morgen is het allemaal wat vriendelijker, de wind is iets rustiger, aan zee toch nog wel windkracht 7, maar verder valt er slechts een enkele bui en dat dan weer vooral in het noorden, midden en oosten van het land. Het zuidwesten blijft zo goed als droog, 8 tot 10 graden en geregeld zon. Dinsdag heeft de zon het weer wat moeilijker, maar af en toe breekt ze wel door. Er waait ook een stevige wind en aan zee kan die misschien zelfs stormkracht halen, windkracht 9. Temperaturen blijven in de dubbele cijfers. Woensdag gaat het kwik onder de 10 graden uitkomen, dan vallen er buien. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl